Dans Dans Revolutie is een voorstelling die speelt zich eigenlijk af, deels af in een theatrale omgeving, in een decor waar je in zit, in een dorpachtige omgeving. Tegelijkertijd maak je een verhaal mee via de telefoon. Dat is heel bijzonder, omdat je eigenlijk via die twee plekken de oorlog tot je neemt. Ik vond het verrassend. Ik vond het interessant. Het zette me aan het denken. Ik wil het een aanrader. Ja, ik was steeds in het moment aan het kijken, oké, waar ben ik inderdaad naar aan het kijken? En ik kon mezelf ook wel verliezen. En ik had ook het moment dat ik dacht, ik wil gaan dansen. Oh, wacht even, dit is theater. Oh, ga ik nou, wat was er dan van me verwacht? Heel bijzonder. Ik vond het indringend. Kon me er heel goed bij voorstellen hoe degene om wie het ging zich zouden voelen. We kennen de telefoon eigenlijk alleen maar als een soort entertainment instrument tegenwoordig. Terwijl in deze voorstelling maken ze heel slim gebruik om het echt een vertelmiddel te maken en echt binnen te dringen in het herkenbare. En daardoor ook, wordt het ook schrijnender eigenlijk met een minuut. Ja, nee, echt niet verwacht. Nee. Fantastisch, echt. Ja. Ja, ik zat in een... Ja. Ja, en dan echt lekker verder niks zeggen.